religieux. Jullie konden niet zonder Giel, denk ik. Hij dat je hem gooit, dat je hem aan de andere kant weer zo in je handen pakt. Ik ben ook te gek, ik ga niet alles betalen. Hij heeft hem wel te bereiken. Gewoon. Ik begrijp er niks van. Weet je nog, Ed, Bart en Sam hadden daar een stijger. Zoek ze maar eens in Canada. Drie patat en een ijsje. Drie patat en een ijsje? Ja. Komt eraan, meneer. Alsjeblieft. Rome ijs, meneer. Rome ijs met slagroom, hè? En aardbeesjes. Nou, hier is je ijsje vast. Dankjewel. Hij ziet wat, hoor. Patat is op. Ook dat je. Patat is op. Ja. Dat ijsje kun je halen. Ja, dat komen we ophalen. Hoeveel? 4 euro. 4 euro. Je kan wel zien dat je op een toplocatie zit. Ja, wat de prijzen betreft dan, hè? Ja, 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 ja. Die Bart, dat is toch geen auto om naar je werk te komen? Nee. Komt er eentje naar zijn werk toe? Je denkt, ik pas me aan. Aan zijn oude huis. Kijk even deze kant op, Tom. Bart, we staan zo, hoor. Laatste dag, hè, zijn. Ja. Wat? Mooi. Ja, in principe zo. Nee, wat denk je wat die ogen niet gaan stinken? Dat is enorm deze tijd. Maar ik weet hem echt, ze hebben hem een halve slag. Dat is allemaal voor het afscheid van Thijs. Nietje! Moet je kijken met draaidop. Hé, hey, Giel!